Professor Schalkwijk, u bent door de minister van Financiën aangetrokken om het schrijven van het herstelplan te coördineren. Hoe lang bent u bezig geweest met het schrijven van dit plan? Nou, we zijn in oktober begonnen. En in januari was het eerste concept af. En op dit moment we zijn nu in maart, midden maart. En is het finale plan af. Van januari en maart, wat is er in die periode gebeurd? Het concept is aangeboden aan een aantal stakeholders, ook alle ministeries. En het was te downloaden gewoon vrijelijk. En iedereen kon commentaar leveren. En van de stakeholders zijn er ook nog sessies geweest, presentaties van het plan en discussies. Maar men kon dus ook op het plan zelf gewoon reageren. En de commentaren die hebben we allemaal bekeken, besproken. En het finale plan, denk ik, is toch wel een stukje verbeterd daardoor. U gaf net aan, vanaf oktober tot maart is wel heel veel schrijfwerk geweest. Nou, kijk, het is niet alleen het schrijven, maar er moet data komen. En om dat vast te stellen, dat heeft een paar maanden gekost. Dus allerlei groepen waren bezig met data verzamelen. Dus het is niet alleen het schrijven, maar ook alle onderdelen die opnieuw bekeken moeten worden van kloppen de bedragen van de projecten, overleg met ministeries, gesprekken met ministers en hun staf, van zijn dit de projecten en zijn dat de bedragen. Dus het is niet gelukt met alle ministeries, niet iedereen heeft gereageerd helaas. Maar we hebben toch wel, denk ik, het belangrijkste erin kunnen zetten.